Het is al lange tijd droog, maar de waterstanden van de grote rivieren in ons land die reageren daar wat trager op. Die worden voornamelijk gevoed met smeltwater vanuit de Alpen en ook met grondwater. Maar we zien hier wel aan de uiterwaarde bij de lek in Viane dat het gras wat geler begint te kleuren en dat ook de strandjes tussen de kribben wat droger beginnen te vallen. Dus dat ook die waterstanden heel geleidelijk wat aan het zakken zijn door het aanhouden van dat droge weer. Nou, droogte, zonneschijn, hoge zonkracht, dat zijn wel een beetje de kernwoorden van het weer deze dagen. En door die droogte zwerft er ook veel stof in de atmosfeer rond en ook heel veel stuifmeel. De natuur is ontploft, de grassen die staan massaal in bloei en dat zorgt... Dus Soms voor dat je auto er zo uitziet en dat een tripje naar de wasstraat wel nodig begint te worden. Nou, dat droge weer dat houdt in grote lijnen nog even aan. Vanuit Duitsland schuiven er wat meer wolkenvelden ons land binnen. Nou, vooral het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vrij helder en zonnig. En we zien zelfs wat buien in de verwachting tevoorschijn komen. Dat komt door een hoogtelaag, wat vanuit Duitsland overtrekt. En dat kan de vorming van een paar buien net even dat laatste zetje geven. Maar de onderste laag van de atmosfeer is wel heel erg droog nog over het algemeen. En dat zorgt er toch wel voordat die buien onderweg naar beneden toch wel veel water verliezen door verdamping. Dus ik sluit niet helemaal uit dat er morgen in het zuidoosten van het land een enkele lichte bui tot ontwikkeling kan komen. Vanavond gaat vanuit het oosten de bewolking geleidelijk al wat toenemen. In het noorden is het overwegend helder. Met een enkele uitzondering voor de Waddeneilanden, waar misschien nog wat wolkenvelden vanaf zee binnendrijven. Door het koude zeewater daar ook de laagste temperaturen, 13-14 graden, terwijl in delen van Brabant en Limburg vanavond nog 20 graden gehaald wordt met een matige noordoostenwind. Ook vannacht nog een noordoostwind. Tijdelijk gaat de wind een beetje liggen. In die opklaringen kunnen wat dunne mistbanken ontstaan. En in het midden en zuiden blijft die aanvoer van wolkenvelden in stand. En daar ligt de temperatuur rond een graad of 10. Morgen zorgt die bewolking vanuit Duitsland er ook voor dat de temperatuur wat gedrukt wordt, dat het een lastig verhaal gaat worden om die zomerse 25 graden te halen. En in het noorden van het land door dat koude zeewater nog steeds de laagste temperaturen... daar zo'n 17 graden, in het oosten en zuidoosten 23 of 24 graden. Nou, na dat dipje van de woensdag gaat de temperatuur verder oplopen. De wind draait naar het oosten, de lucht wordt droger en warmer... en tijdens het weekend kan het in het zuiden van het land 30 graden worden. Die kans is nu ongeveer 40 à 50 procent. En daarbij blijft het overwegend droog met ook veel ruimte voor de zon.